Sven Verbeek, een pijnlijke avond deze maandagavond. Jullie gaan er met 4-1 af tegen Vitesse. En eigenlijk mochten jullie nooit aanspraak maken op de overwinningen. Nee, ik denk dat wij vandaag heel dramatisch waren. En alles mislukte eigenlijk. En we hebben heel weinig kansen gecreëerd. We kwamen niet tot aan voetballen toe, alleen maar lange ballen. Maar ja, dat hoeft nog niet altijd evenzeer slecht te zijn. Alleen als je dan ook nog elke tweede bal verliest, ja, dan wordt het heel lastig. Hoe voelde dat in het veld? Want Vitesse was echt heer en meester, hè? Die konden echt alles doen. Ja, je weet dat wij als team alleen ons eigen spel kunnen spelen als wij duels spelen. Alleen ik denk dat wij vandaag helemaal geen duels gespeeld hebben. Is het een incident? Want eigenlijk gaat het de laatste week al minder, hè? Met resultaten tegen Go Ahead Eagles, Willem II en Groningen. Ja, de laatste tijd gaat het dan minder. Alleen we moeten denk ik onze kracht uithalen uit de wedstrijden die we daarvoor gespeeld hebben. En als groep bij elkaar moeten komen om die drie punten volgende week wel te pakken. Hoe moeilijk wordt het nog die derde plaats? Want goed, jullie hebben het in eigen hand. Maar aan de andere kant, de vorm waar we het over hebben. Je weet als je daarin gaat dat het geen makkelijke middag wordt. Alleen als wij uitgaan van onze eigen kracht, wat ik zeg, dan moet het mogelijk zijn. Heb je nog een moment gehad vandaag dat je toch dacht, nou, zeker met die 1-2 van Toornstra? Ja, toen dacht ik wel dat wij eventjes weer onze krachten gevonden hadden en dan werden we ook weer iets sterker. Nou ja, dan krijg je weer de 3-1 om je oren en dan wordt het weer achter de feiten aanlopen. Het was een vreemde avond, begon eigenlijk ook al, hè, met een prachtige eerbetoon aan mevrouw Lodewijks die overleden is. Hoe hebben jullie dat allemaal beleefd? Ja, dat soort dingen zijn natuurlijk niet leuk als je dat mee moet maken. Maar wij als team moesten dat natuurlijk weer snel vergeten. Want je weet dat het een hele lastige avond wordt. En dan moeten wij als team sterk genoeg zijn om toch die knop om te kunnen zetten. Alleen dat is vandaag denk ik niet gelukt. 6 dagen en dan is die belangrijke wedstrijd. Want je moet er toch niet aan denken dat jullie na volgende week nog moeten voetballen. Kortom de play-offs in moeten. Nee, ik denk dat wij, wat je zegt, die drie punten moeten binnenslepen. En dat wordt een lastig kwijtje, alleen wat ik zeg, als wij doen waar we goed in zijn, dan moet dat mogelijk zijn. Tot slot, hoe goed is jouw band met Warner Haan? Ga je nog een paar telefoontjes naar hem plegen? Nee, jij kent hem wel goed natuurlijk en we spreken elkaar af en toe wel eens. Alleen ik denk dat we gewoon eventjes rustig aan moeten doen nu.